guys! Mijn camera staat een beetje scheef, maar ik krijg op een of andere manier mijn statief niet recht. Sorry. Vandaag ga ik jullie een heleboel nieuws laten zien en ik ga maar gelijk beginnen met het allereerste. Ik ben al een hele lange tijd natuurlijk YouTuber, blogger, maar ik ben sinds vorig jaar ook zangeres. En dat betekent natuurlijk dat ik heel erg van muziek hou, behalve dat ik het zelf zing. Ontdek ik ook heel veel nieuwe muziek. Ik ben heel veel bezig met nieuwe bandjes, nieuwe zangers, nieuwe zangeressen ontdekken. Maar ook bijvoorbeeld hits van vroeger een beetje terughalen en daar opnieuw naar luisteren. Nu was ik al een hele tijd bezig, echt al sinds mei of zo dit jaar, met een playlist die ik dan elke week veranderde. Maar ik merkte toch wel dat mensen dat het dan een beetje moeilijk vonden, want er was elke week weer een andere sfeer of een ander thema. Dus ze wisten niet zo goed wat ze moesten verwachten. Maar omdat ik wel van hele gevarieerde muziek hou, dacht ik van ja, hoe ga ik dit oplossen? Dit is een moeilijk probleem. En daar heb ik eigenlijk een hele simpele oplossing voor bedacht. Ik heb twee nieuwe Spotify playlists. De eerste, die wordt vandaag gelanceerd en die is dus ook al online als jullie deze video kijken. Hij heet Tea Time, omdat ik dat al vaker heb gebruikt en ik Tea Time echt vind staan voor rustige, kalme muziek, lekker kopje thee erbij, een beetje wakker wordt muziek of muziek juist voor het slapen gaan. En dat zal dus een playlist zijn met hele kalme, rustige muziek waar je een beetje chill van wordt en wat mooi is. Goede muziek voor als je huiswerk aan het maken bent bijvoorbeeld. En die ga ik dus elke week veranderen. Niet volledig, maar een paar liedjes gaan eruit. Komen wat nieuwe liedjes in. En ik hoop natuurlijk dat jullie het heel leuk vinden. Dus als je de Spotify playlist wil volgen, dan moet je even op de link in de beschrijving klikken. Dan ga je er naartoe en dan kan je al mijn favoriete rustige liedjes op het moment luisteren. Wat ik verder wilde laten zien in deze video waren eigenlijk gewoon een heleboel nieuwe spulletjes die ik heb. Compleet willekeurig, niet van dezelfde winkel, maar ik had gewoon allemaal nieuwe dingetjes en ik wilde die graag aan jullie laten zien. Laat ik maar gelijk beginnen met deze trui. Dit is een nieuwe trui van New Look en ik ben er dol op, want ik hou heel erg van deze kleur. Hij is wollig, hij is warm. En hij is fijn. Ik ben er dol op, dat is duidelijk. Ik had nog wat nieuwe spulletjes van de nieuwe look. Namelijk allereerst deze fantastische unicorn trui. Af en toe denk ik van, ben ik hier niet een beetje te oud voor aan het worden? Maar dan denk ik weer van, je bent nooit te oud voor dingen die je leuk vindt. Ik vond deze trui heel schattig, dus ik heb hem gekocht. En dan had ik ook nog van New Look dit shirt. En dit vond ik leuk, omdat ik hou heel erg van het grijze. Oh. Ik hou heel erg van het grijze met streepjes. Ik vind dat op een of andere manier echt mega leuk. En wat ik vooral leuk vond, was dat hij lange mouwen had. Maar dat aan de onderkant is het een beetje peplumachtig. Dus hij staat een beetje naar buiten. Het wordt net wat vrouwelijker, net wat netter. Maar hij zit wel echt bizar lekker, gewoon eigenlijk alsof je een pyjama aan hebt. Dus deze was ook heel fijn. Als we dan toch met kleding bezig zijn. Ik kreeg van Lovies een Christmas box. Een box met allemaal dingen uit hun kerstcollectie. En er was één item wat ik ontzettend graag wilde laten zien. Namelijk dit topje. En hij is een beetje strak en kort. Het is ook echt heel anders dan wat ik normaal draag. Maar ik vond hem wel super mooi. Want ja, je ziet het niet goed op camera. Maar het is een zwart topje met een glimmend rood draagje er doorheen. Ja, het lijkt wel alsof hij glitters heeft, maar dat zijn het niet. Hij heeft een vrij hoge hals. En hij heeft dus lange mouwen. En hij is aan de korte kant. Dus het is wel leuk als je daar een high-waisted jeans of een rok bij draagt. Er kwam ook een rok bij trouwens in dezelfde stof. Alleen die scheen helemaal door. Dus ja, ik weet niet of dat dan aan mij ligt, maar ik trek geen rok aan die helemaal doorschijnt. Maar dit truitje vond ik wel heel schattig. Dit kwam niet uit de Christmas box, maar dit is wel ook van Lovies. Deze heb je me al heel vaak kunnen zien dragen als je mijn vlogs volgt. Als je dat nog niet doet, youtube.com/teske. Of als je mijn Instagram volgt, heb je hem ook al kunnen zien. Deze sjaal. Veel van jullie dachten dat die van Fila was. Misschien hebben ze daar een soort gelijke, maar dat is die niet. Deze is ook van Lovies. Heel simpel, zwart met rode blokjes. Maar hij zit zo lekker en ik vind hem echt bijna overal bij staan. Bij bijna al mijn kleding staat hij gewoon goed. Dat komt ook wel omdat ik veel aardetinten en zwart en wit en zo draag. Maar ik vind het dan bijvoorbeeld heel cool om helemaal een zwarte outfit aan te hebben. En dan dit als detail dat je toch een beetje die rode streepjes hebt. En het is ook wel nodig, want het is echt verschrikkelijk weer buiten. Ik heb het volgens mij wel eens vaker gezegd, maar het merk No Name is echt mijn favoriete schoenenmerk ooit. Het lijkt wel alsof ze elke keer weer iets nieuws maken waarvan ik denk van, wow, dit moet ik hebben. Maar er kwam een soort van hoogtepuntje vorige week. Want toen zag ik deze schoenen op de site van Sarenza staan. En dit zijn de schoenen van No Name. Dat zie je ook, want dat is ook de tekst die op de zool staat. Maar ik vond dit zo cool. Ik was echt helemaal flabbergasted. Want ik zag ze en ik heb ze gelijk in mijn winkelmandje gepleurd en besteld. Sowieso hou ik enorm van die plateauzolen. Dat heeft No Name ontzettend veel. Eigenlijk bijna al hun schoenen zijn met plateauzol. Maar wat ik zo cool vond is dat hij dus helemaal wit is. En dan staan er dus zwarte letters op. En iedereen gaat kijken van, oh, wat staat er eigenlijk op dan? En ja, op een of andere manier heeft het zo'n cool
uiterlijk. Ik ben echt heel erg blij hiermee. Ik ga deze echt helemaal kapot dragen, denk ik. Even een klein beetje nerd alert hoor. Maar ik hou heel erg van Lord of the Rings, van de films. Ik ben sowieso dol op fantasy. Het is eigenlijk mijn favoriete genre qua films en boeken. Naast thrillers dan. Maar ik was vorige week op een etentje en ik was met iemand aan het praten. En die was sowieso al helemaal gelukkig dat ik van Lord of the Rings hield. Want hij kon bijna nooit vrouwen tegen die daarvan houden. Dus we hadden een heel goed nerdy fantasy gesprek. En toen zei hij op een gegeven moment van, ja maar heb je de boeken wel gelezen? En toen zei ik, nee, die heb ik eigenlijk nooit gelezen. Want ik weet niet, ik was een jaar of 9 toen ik die films leerde kennen. En dat was toen wel een heel dik boek om voor een 9-jarig meisje te lezen, vond ik. En ik ben na dat gesprek zo enthousiast geworden dat ik thuis ben gekomen. Ik ben naar bol.com gegaan en ik heb de deluxe versie gekocht van In de Ban van de Ring van Tolkien. Wel in de Nederlandse versie, want ik dacht het is een oud boek. Komt uit 19... Nou ja, het is echt oud. De eerste druk is gedaan in 1957. Dus het is ook gewoon wat moeilijkere taal. En ik dacht als ik dat in het Engels doe, ja, misschien vind ik dat dan moeilijker om er doorheen te komen. Maar zoals je ziet, een bizar dik boek. Maar dit zijn dus alle delen bij elkaar. En het meest fantastische, ja, dit is echt voor de mensen die er niet van houden, is dit compleet niet boeiend. Maar check deze shit. Er staan gewoon wereldkaarten in. Van een wereld die dus niet bestaat, hè. Het bestaat natuurlijk niet echt deze wereld. Het is gewoon verzonnen door Tolkien, maar oh, ik vind dit fantastisch. En wat dacht je van stambomen? Oké, ik kon echt geen gelukkiger meisje zijn. Ik ben zo ontzettend blij hiermee. Het zijn echt bijna 1500 bladzijden aan pure fantasy. Elfen, orks, hobbits, dwergen, draken, alles. Hier ben ik wel even zoet mee. Oké, klein beetje beauty. Ik doe bijna niks meer met beauty tegenwoordig. Maar toch, klein beetje beauty. Ik heb geshopt bij de tuinen namelijk. Daar heb je allemaal best wel gewoon fijne, voor een groot deel natuurlijke producten. En daar heb ik gekocht castorolie. En hier had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar ik vond het wel leuk. Afkomstig uit de vruchten van de wonderboom. Ik weet niet wat de wonderboom is. Maar dat zal dus wel een bepaalde soort boom zijn met vruchten die een hele hydraterende olie afgeven. Dit is namelijk olie die goed is voor een heleboel, maar ik heb het voornamelijk gekocht voor mijn hoofdhuid. Ik kan namelijk best wel droge hoofdhuid krijgen met schilfertjes en zo. Er is vrij weinig wat daartegen helpt. Ik wil niet aan de heftige, agressieve anti-roos shampoos. Dus ik dacht, ik koop een 100% natuurlijke olie. Kijken of dat werkt als ik dat insmeer op mijn hoofdhuid. En wellicht dat ik wel een nieuw perfect product daarvoor heb ontdekt. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar dit flesje heb ik dus gekocht. Nog iets van de tuinen. Misschien ietsje minder boeiend, maar dit is een lippenbalsem van Dr. Organic. Het is met olijfolie en citroen. Hij ruikt heel lekker. Ik heb echt super droge lippen de laatste tijd. Ze lijken ook veel dikker. Het lijkt bijna alsof ik gewoon mijn lippen heb opgespoten af en toe. Omdat het dan zo dik is van de droogheid en de schraalheid. Maar dat is dus niet zo. Mijn lippen zijn gewoon heel droog. Deze vind ik tot nu toe erg fijn. Dus als je nog een goede zoekt, dit is een aanrader. Dan heb ik tot slot nog wat leuke spulletjes gekocht bij de Hema. Dit zijn sponsjes, maar het zijn niet zomaar sponsjes. Tada! Hoe cute is dit? Hier wil je toch gewoon je afwas mee doen. Het zijn dus hartjes. Hier wit en hier roze of koraalkleurig. En hier ben ik blij mee, want dit is gewoon, ja, het is gewoon een superleuk detail in je keuken. Het is niet heel mannelijk als Mert ermee staat af te wassen. Maar dat is zijn probleem. Anyway, dit was mijn shoplog. Ja, was het een shoplog? Het was wel een soort van shoplog. Het is echt van de afgelopen, denk ik, anderhalve maand dit allemaal. Maar ik had het nu eventjes lekker zo bij elkaar geraapt om aan jullie te laten zien. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Check dus eventjes de Spotify playlist als je dat nog niet hebt gedaan. Want ik ben er stiekem wel een beetje benieuwd naar wat jullie ervan vinden. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Dankjewel. Jullie zijn geweldig. Heel veel hartjes. En tot de volgende keer. Doei doei.